proberen naar alle kanten te richten. De afgelopen dagen dan heb ik de tentoonstelling in aanbouw een paar keer al bezocht. En ik durf te zeggen, de oogst is weer goed dit jaar. Want hier in de culturele broedplaats, de DCR, is uitgebroed, mag er zijn. Originaliteit gepaard aan durf, vakwerk gekoppeld aan inventiviteit en maakdrift. Nou, het is duidelijk, ik ben geen kunstcriticus. Maar ik vind het dus kort gezegd, samengevat, het is goed. Curator Cor Bertens, mensen van Nest, deelnemende kunstenaars, gefeliciteerd. De vraag die ik hier vanmiddag moet beantwoorden, luidt: vindt mijn vader het ook goed? Geeft mijn vader toestemming voor deze tentoonstelling? Zo niet, dan ben ik genoodzaakt de tentoonstelling meteen te sluiten. En dan moet de hele boel voor 12 uur vannacht hier zijn weggehaald. Een beetje spanning creëren in het begin. Een beetje spanning. Waarna ik het ongebreideld over mezelf ga hebben. Ik weet dat doen ook in zo'n tentoonstelling. Ik ga het onbeschaamd over mezelf hebben en mijn familie. Voornamelijk over mijn vader. Want ik wilde iets over mijn vader, Flip de Bie, zoals hij werd genoemd, vertellen. En dat moet gewoon. De kans dat hier in deze ruimte te doen, krijg ik maar één keer. En zie mijn vader als vertegenwoordiger van alle gebruikers, de vorige gebruikers van dit pand. Ik ben er nu aan gewend dat dit de DCR is, maar van jongs af aan ken ik dit gebouw als het GEB, het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf. Mijn vader werkte er zijn gehele werkzame leven, ruim 40 jaar. Dus ik heb het van kleuter af aan gehoord. Vader zit op het GEB, vader komt even gebeld om het GEB. We woonden aan het eind van de Laan van Meerdervoort. Mijn vader heeft duizenden malen het eind gefietst van Meerenbos hier naar de Constant Rebekkenplein. Kilometers Laan van Meerdervoort, door weer en wind, door ijs en sneeuw, met de wind mee en vooral met stormkracht tegen. Met een aktentas waarin een trommeltje lunchboterhammen en een regenponcho aan de middenstang geknoopt heeft. De hele fiets en dan de klep van de aktentas. Voor de fiets en terug. Eerst in het hoofdgebouw, maar ook jaren hier in deze zaal. Het GEB was een heel groot bedrijf. Een elektriciteitsfabriek, een enorm kantoor en vaak. Ja, ik moet hem even laten zien.